Van harte gefeliciteerd, Thijs! Je zit hier aan de vastgoedtafel en je hebt namelijk de vastgoeddeal van de maand gewonnen. Ja. Hoe voel je N Nou, allereerst eh, samen met Bas, met mijn zoon. Uh, we doen het samen, maar het ja. is uh, ja, hartstikke leuk om hier te zijn en uh, het hierover te hebben. Ja, We zijn Mo er enthousiast over. Ja, nou, daar gaan we het helemaal over hebben, hoe je dat hebt gedaan. Uh, want je bent hoe lang nu uh, deelnemer bij B Great Property Experience? Uh, we zijn ingeschreven begin februari. en Het eerste gesprek met Max was 20 februari. Dus twee maanden en je hebt al de vastgoeddeal van de maand. Ja, nou, ja. Uh, gefeliciteerd. Ja. Ja. Dus dames en heren, hierbij hebben we de vastgoeddeal van de maand. We gaan het hebben over hoe dat is gekomen. Uh, in dit geval flyeren. Het succes van flyeren willen we dus echt eventjes aanscherpen. Uh, daar kun je unieke gave deals uit krijgen. En Thijs en Bas, zijn zoon Bas, die hebben dat gedaan. Vertel eens, jullie zijn aan het flyeren geweest. Is dat ja. nieuw geweest? Is dat, uh... Uh, nou, nieuw. We hadden natuurlijk wel al een beetje door dat het via Funda en zo uh, niet zou werken. Nee. Uh, en ja, we kregen ook de tip hè, van onze coach Max. Van, uh, Max is heel de coach Max van het per Max is onze coach, inderdaad. Ja. En we hadden zelf ook al bedacht van ja, dat, we hadden zelf als een flyer in de deur gehad. Uh, en dat ja, was heel persoonlijk. En, uh, Alleen wij wilden wel open en eerlijk zijn dat als we gingen flyeren, dat het echt was voor investering. He, dus, uh, nou, dat hebben we dus... ja, niet, dat, niet dat je een flyer in de bus krijgt van, ik koop je huis, want ik wil er wonen. Nee, precies. Nee. Je wil eerlijk transparant zijn, dan dat wil je betekent. huis kopen, maar we gaan er wel geld aan verdienen. Precies, ja. ja dus de, de eerste flyer was ook iets anders dan de huidige flyer. Want ja? we merken toch dat ondanks dat we erin zetten, u kunt uw huis ook terug huren en dergelijke, dat er toch mensen tussen waren, want we kregen vrij veel reacties die dachten dat het dus voor Bas was. Want Bas uh, staat erop met uh, zijn persoonlijke naam en zijn nummer. Die doet zeg maar een beetje de sourcing kant. Ja. Um, maar uiteindelijk hebben we daar heel veel reacties op gehad. En uh, ja, heel veel contacten ook met, uh, met de mensen daar. Ja. Ja, en we, hebben, we hebben ongeveer nu nog niet eens duizend flyers gedaan. Hoor. Dus we hebben niet eens zo een gek gevlyerd. Uh, uh, maar laten we dat proces eens doornemen. Ja. Ja. Uh, je komt ten eerste je komt bij A Great Property Experience. Je wordt Black Batch. Wat was de reden om Black Batch te worden? Uh, ja, dat is ook een verhaal. Ik ben al lang geleden een beetje begonnen met, met vastgoed. Ik had een stuk grond gekocht in 2000, uh, dat heel goed kunnen verkopen. Uh, een, een pand in Leiden gekocht. Ja. Uh, en mijn dochter woont daar en die wil wat anders. Dus ik zat te kijken, ja, wat moet ik daar nou mee uh, verkopen, verhuren? Ja. Toen kwam Bas, die uh, had jullie gezien, denk ik, okay. op het internet. Die is... Die is die werkt bij ABN AMRO en die is met allerlei dingen rond geld bezig. Dus ja. die wil snel financieel vrij worden. Hij zegt, ja, als jij wat gaat doen met je huis, dan is het misschien dit een idee. Dus mm. nou, ja, toen ben ik er ook uh, mee in gaan verdiepen. Ja. En zijn we samen hier geweest en uh, ja, zijn we enthousiast geworden. En... Het was voor ons ook een beetje een stok achter de deur van ja, het is een hele investering die je gaat doen. Ja. Maar dat geeft ook gelijk de drive om, om echt actie ja. te ondernemen. Ja, de investering in het BlackBest-programma. Ja. ja, het ja. is niet gratis. Het is niet gratis, <laughs> nee. Maar, nee. Maar het nee. kan wel snel gaan en dat zie je bij jullie. Ja, ja. want Max ja. is jullie coach geworden in het BlackBest-programma. Ja, we kregen hè, ingeschreven begin februari, 20 februari uh, de eerste coaching sessie met Max. Ja. Uh, nou, die heeft, we hadden natuurlijk het een en al even ons verdiept in alle trainingen die je kunt doen online. Um, en we hadden een soort strategie samen bedacht, Bas en ik. Ja. En die even getoetst met, uh, met Max. Um, nou, toen zijn we eigenlijk, uh, we dachten in de omgeving vanuit geest, want daar wonen we. Ja, jullie wonen in uitgeest. Ja. Ja, en ook. toen heb je ook met, met de coach eigenlijk een gebied bepaald. Voor... Ja, hij zegt, ja, en dat waren we zelf ook al een beetje achter. Als je daar iets koopt en wil verhuren, dan moet je, dat is best wel lastig uh, qua uh, prijzen. Okay. Dus hij zegt, kijk eens naar de kop van Noord-Holland. Ja. Dus had hij al voor ons even gekeken. Dus dan hebben we het over Den Helden, Den Oever, Julia. 20 minuten door. rijden, een half uurtje rijden? Nou, dat is voor ons nog wel iets van 40 minuten hoor. Ja, ligt ja. Den Helden zo. Uh, ja, het is, het, is, het is een lange weg uh, naar Den Helden. Ja. Dat vinden veel mensen. Bo boven Alkmaar eigenlijk dus nog, hè? He? Ja, ja, het is, een, uh, is nog wel een, een ja, 25 minuten boven Alkmaar, een half uur misschien wel. Ja. Maar misschien zijn daar de deals wel, omdat de meeste mensen daar niet naartoe willen rijden. Nee, nee het is, het, er wonen iets van 56.000 mensen in, ja. in Den Helder. en uh, Het ligt aan zee. Uh, ja. Het is best... Uh, Prachtig. Als je, we hebben ons nu een beetje verdiept en het is best een leuk, uh, leuke stad. Ja. He? Het is geen dorp, het is een stad dicht bij de afzijkdijk en... Uh, ja. Ja, en, en er is nog wat te doen. Mooi. Uh, dus en nou. toen ben je gaan flyeren, zei, uh, zei je. Ja, want ja. je hebt daar een gebied bepaald: uh, bijna duizend flyers. Ja, we hebben eerst gekeken het centrum. Want dat vonden we wel zelf wel gezellig. En er staan echt leuke arbeidershuizen, noem het maar. Ja. We zochten wel woningen met twee, drie slaapkamers. Uh, want we willen, als we gaan uh, verhuren, willen we het liefst voor wat langere termijn. Ja. Uh, en toen hadden we ook nog het idee we willen waarde toevoegen. Uh, hè, dus het dat zijn vrij oude huisjes, dus je wil je uh, ja. ja flink maar hoe opnappen. maak je dan een flyer als je als je daarop richt op een paar kamers. Want je hebt een flyer meegenomen. Ik heb er een meegenomen. Dit is de flyer. Ja, kijk eens aan. Wat een leuke woning. Alleen die kop al. Die is fantastisch. Ja, precies. Nou, hier begon het niet mee. We hebben eerst gewoon op een A4'tje. Je hebt eerst getest. Eerst getest. Wat groter. Alleen, ja, dat bleek met vouwen en door de brievenbus douwen. maar wat test je dan? Je maakt een flyer. Je ziet natuurlijk van anderen eens een keer wat flyers. Heb je voorbeelden gehad van anderen? Ja, inderdaad. In de... In de app of in de, in de groep uh, ja, kwamen goed. er ook wel flyers voor, uh, voorbij. Dus daar ja. hebben we toch wel een hoop zeg maar, van gepikt. Ja, natuurlijk. Uh, en, dus, en ja, en, voor, en, voorbeelden en, genoeg. En ja. dan, wat zet je dan in die flyer? Wat, was dit, wat stond er in de eerste flyer, wat er nu niet in staat? Uh, nou, daar stond in, dus uh, ik ben Bas, uh, leuk huis heeft u. Uh, wij zoeken dergelijke huizen om, uh, ja, om te kopen, om um, op te knappen, om, uh, ja, om, om mooi te maken en om een hoger. Uh, ja, nu, hoe noem je dat, een niveau te krijgen qua uh, milieu, zeg maar, uh, ja. voor, uh, voorzieningen. Dus um, ja, dat stond erin. Uh, en er stond ook in ja, dat het voordelen heeft. Hè? Uh, je hoeft niet naar de makelaar, uh, je hebt zekerheid van je, van je prijs. We hebben mm -hmm. ook, ook aangegeven dat uh, het eventueel terug te huren is. Oh ja. Um, ja. ja geen bezichtigingen, geen ja. gedoe, nee. um, ja, maar je hebt het wel gewijzigd, zeg je? Dit is een ja. tweede versie. Ja, want uh, uit de eerste versie kwamen er toch, dan hadden we, ik denk, 6, 7, 8 reacties op. Op hoeveel? Uh, dat, dat waren er, denk ik, 3, 400. Van 3, 400, dus zeg maar 2% ja. krijg je terug. Ja, anderhalf, 2% uh, reactie. Ja. Uh, daar kregen we dus op dat, dat er toch mensen bij waren die dachten dat Barstak kwam wonen. Nou, dat. Oh ja, ja, en, ja dat, en dan kom je in, in gesprek met zo iemand en dan moet je zeggen van nee, hey, ja, maar ja, dat en, is niet dat is niet fijn. Tenminste, uh, Bas zoekt ook wel een woning hoor. Jawel, en, uh, maar hij kan niet zeggen uh, dat nee. ga ik wonen terwijl het niet zo is. Nee, nee. Je wilt dus, eerlijk zijn. Ja, je wilt eerlijk zijn, uh, nou uiteindelijk uh, hebben dus de, uh, de brochure nog wat extra, hoe noem je dat, de, ja, de flyer, flyer nog wat extra aangepast. Ja. Um, en daar er staat gewoon expliciet in dat wij uh, investeerders zijn en dat we graag ja, dat huis uh, uit. Lees, lees hem maar voor, want je bent namelijk, ja, uh, eventjes hiervoor, je hebt namelijk een, een huis, wat? je hebt er al bijna meer huizen uit, maar je hebt er één woning uit gehaald al. Ja, één is dus nu een koopcontract uit. Uh, ja, dat heb je afgelopen maandag, hè? Ja, is, je, die, uh, is die getekend? Kijk, en uh, ja, net in de auto uh, hier naartoe, uh, mondelingendeal met iemand die twee huisjes uh, heeft aan elkaar. Ja, ook ook op basis van deze flyers. Ook op basis van deze flyers. Ja. D dit is het huis uh, dit is waar we net in de auto een akkoord op hebben. Dit zijn de twee huisjes: hè. de twee blauwe deuren. De twee blauwe, blauwe ja. deuren. En, en dit is het, het huisje wat we dus gekocht hebben nu. Kijk, het dus kijk. ander huisje. Dit. En dat allemaal dus door deze flyer. Ja. Nou, ja. Dus ja. daarom is de, dit namelijk de vastgoeddeal van de maand. vandaag. Dus, ja. uh, le, lees eens voor hoe die flyer eruit ziet, want ja. die zijn waanzinnig succesvol. Nou, dit is dus uh, vanuit Bas, hè. Bas mijn zoon, uh, zijn naam, die doet een beetje de, de sourcing. Uh, we doen het samen. Maar hij zegt: Wat een leuke woning. Mijn naam is Bas Gunter, en ik ben op zoek naar een vergelijking woning als dat van u. Wij verduurzamen woningen en knappen deze op waar nodig. Mocht u toekomstplannen hebben om uw woning te verkopen, zou ik graag met u in contact willen komen. Wie weet rolt er voor ons beiden een mooie deal uit. En dan staat er de voordelen: u ontvangt een eerlijke prijs, u bespaart makerskosten, geen gedoe met bezichtingen. de financiering is al geregeld. U kunt contact opnemen met mij en dan de gegevens van Bas. Heel basis, heel eerlijk. Ja. ja. Gewoon uh, alsof je gewoon met iemand al praat, hè? Praattaal. Ja. Spreektaal. Ja. Spreektaal. Ja, 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 ja. <laughs> In ja. Friesland is het praattaal. Ja, dat weet ik. <laughs> Met het west Friesland, dit hè. Ja. Dus en daar komen we dus. Uh, en, en toen heb je die, deze flyer gemaakt. Hoeveel procent komt hier nu uh, van hem terug? Uh, nou, hier hebben we, ik denk nu, ja, 500, 600 van gedaan. Uh, ja. Flyers, hè. Uh, en ik denk da dat we daar nog weer 4, 5 reacties op gehad hebben. Dus nog niet zoveel. Maar wel uh, de, Betere. De, twee, de twee huisjes en de vier huisjes. Uh, de, dus wel uh, ook mensen die zelf bijvoorbeeld in het vastgoed zitten of die oh, okay. zeggen van nou, ik, ik, ik wil wat anders en ik wil deze afstoten. Sommigen ook al verhuurd, okay, ja. uh, dus die komen nu langs. Ja, ja. Eigenlijk datgene waar je naar zoekt, ja. en, en, daar vraag je ook naar en dat krijg je dan ook direct terug. Precies. In plaats ja. van dat je misschien net de verkeerde doelgroep hebt. Uh, ja. Je ja. gaat er liever gericht ergens naartoe. Ja. Ja, ja. En dan, uh, dan heb je zegt nu 1, 2, 4. Je hebt eentje op naam, twee die hebben net een toezegging gehad. En ben je alweer met vier bezig? Ja, dat zijn er vier tegelijk, eigenlijk, vier adressen. Eén woning uh, die is gesplitst. In, in echt twee kadastralen nummers, mm -hmm. een, een ander huisje en ja, vier nu, uh, huisjes. Uh, ja. En, en daar zitten dus huurders in. En Dat is iemand die heeft al 60 uh, panden uh, in, in, in Den Helder ja. en die wil, uh, die doet nu een groter pand en daar heeft hij gewoon uh, financiën voor nodig. Dus die ja. wil wat afstoten. Ja, precies. En is het dan ook zo dat, dat je zo, maar het is off market. Hè, dit doen we off market. Maar is het dan ook echt off market uh, onder de prijs? Ja. Uiteindelijk wel. Hè? Want uh, als, ik, uh, als de huurders eruit zouden zijn en, ik, en we zouden ze, ja, ze moeten wel wat opgenomen worden, moet ik eerlijk zeggen, dan ja. uh, kun je daar meer geld voor vangen. Ja, Oké, okay, maar ja, nou, ja. daar gaat het om. Ja. Want uh, anders kun je wel van Funda kopen. Jij ja, koopt dus op deze manier uh, een, een huis. Ja. Uh, hoe ga je dat, dat proces in van de prijs bepalen? Ja, je moet je natuurlijk verdiepen in, in, in zo'n stad. Uh, en dan niet alleen in de hele stad, maar in de de regio waar je het doet, hè? bijvoorbeeld ja. uh, Den Helder Centrum. Ja. En hoe verdiep je, je daarin? Uh, nou, ja, je, je gaat met makelaars praten. Mm -hmm. uh, makelaars kunnen je heel veel vertellen over, uh, over zo'n ja, ja. wat de huurprijzen zijn, wat de verkoopprijzen zijn. Dus we zijn wel op Funda gewoon ook uh, hebben afspraken gemaakt, maar meer om met die makelaars in contact te komen ja. uh, oh, ja. en, en door zijn huis te lopen en uh, ja gewoon een praatje te maken. Mm -hmm. uh, ja, daarnaast heb ik uh, de gemeente gebeld, want uh, we zijn ook bezig om uh, met andere panden waar we waarde aan toe kunnen volgen door meer appartementen te doen. Dus hoe zit het daar uh, in, in de ja, Ga je dan van tevoren al even naar de gemeentehuis? Ja. En ja. Wie, en naar wie vraag je? Even ja, naar ambtenaar van, de, van, van, zeg maar, degene die het uh, ja, uh, bouwen he, ja. onder zijn hoede heeft. En ja. dat, is, dat noemen ze in elk gemeentehuis een beetje anders. Ja, dat klopt. Maar als je dat aan de receptie vraagt, dan weten ze precies wie dat is. En, en daar, daar kun je alles van vragen, hè? want ik vind het ja, ook altijd mooi. Ja, die vinden het ook mooi. Die ja. vinden het leuk om erover ja. te praten. Ja, ja. en die, en die waarschuwen je ook voor dingen. Die zeggen ook van ja, pas op, we willen in, in Den dan niet dat je een, een pandje gaat splitsen en met meerdere kamertjes en dat soort dingen. Dat nee. willen we niet. Nee. Maar als jij echt huisjes toevoegt met genoeg vierkante meters en alle voorzieningen, dan, dan staan we daarvoor open. Precies, ja. ja. En soms ja. zeggen ze zelfs tips tegen hè? Want ik heb wel ik eens gehad dat ze zeggen van, ja, je bent nou daar bezig, maar waarom ga je niet naar die wijk? Want daar gaan we binnenkort alles verbouwen en vernieuwen. Ja, ja. ja, 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 ja. Dus je kunt, ook, uh, je kunt ook doorvragen naar, joh, weet jij nog meer van uh, Den Helder en omstreken? Wat, ja. wat zou jij nu eigenlijk interessant vinden? Ja. En ik heb, we hebben ook een architect gesproken ja. in Den Helder. Ja. Uh, ook omdat we daar uiteindelijk wel weer zaken mee willen doen. En die weet ook heel veel. goed En dan kom je oh. terug en dan ben je bij de eigenaar. En dan, dan moet je dus die prijs bepalen. je wil ook nog een goed rendement eruit halen. Ja. ja, nou je hebt het dus voor jezelf al uh, onderzocht hoeveel vierkante meters het is. Hè. Je kan natuurlijk in het kadaster kijken, in de, de WOZ-waarde. Je weet wie de eigenaar is, je weet wat voor hypotheek erop zit, uh, ja. of tenminste ooit erop gezet is, want je weet natuurlijk niet meer wat erop afgelost is. Maar nee. dat soort informatie kun je natuurlijk van tevoren uh, allemaal ja, maar uitzoeken. Waarom is dat belangrijk? Uh, de, die, nou ja, als je, natuurlijk, als je natuurlijk weet hoeveel vierkante meters woonoppervlakte er is en je weet ongeveer de huurprijzen per ja. vierkante meter, hmm. dan kun je voor jezelf bepalen, voordat je zo'n gesprek in gaat, hoeveel huur je dat uiteindelijk voor uh, kunt nou, de, ontvangen. nu de, de eerste woning. Kunnen we daar cijfers van uh, kunnen we dus doorheen lopen? Ja, dus... Uh, nou, dat is een huisje dat is bijna 90 vierkante meter woonoppervlakte, ja. uh, met drie slaapkamers, mm -hmm. uh, ja, gewoon een, een keurige keuken, een, 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 een dakterrasje en een tuintje. Ja. Uh, maar het gaat met name om de vierkante meters wonen, nou, 90 vierkante meter, en ik reken dan even heel voorzichtig, mm -hmm. uh, maar je zit om ongeveer 11 euro... Per vierkante meter uh, huur per maand. Dat is wat je uitgevonden hebt bij de gemeente, bij de makelaars. Ja, bij de nou ja, alle huursites die ik kan bekijken. Ja. Uh, en dit is centrum. Um, hè, dus, dat is dus 990 euro. Ja, ik reken even voor, met 900 uh, ja. voor het gemak. Okay. Uh, en en daar, op basis daarvan uh, ja, ga je je rendement berekenen. Hoe gaan we dat doen? <laughs> uh, nou ja, 900 maal 12, dan weet je wat je per jaar uh, ontvangt. Uh, en wij doen het even grofweg maal 8, 9. Eh, voor de, Sorry, voor de 100 maal 12 zeg je? Is, je zeg hebt maar 900 maal 12. Uh, 900 maal 12. Ja, ja, nou, ja. 900 maal 12. Ja. Dat is dus uh, uh, 10.800 euro. Ja. Ja, 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 ja. Dat is heel snel geregeld volgens mij. Uh. Ja. En dan doe je het maal 12 zeg je? Uh, nee, sorry, Je wil ongeveer een rendement van 8, uh, 9 procent. Dus dan doe je het inderdaad maar, uh, wat is het, zo ja, mijn hoofd, toalig, ja, komt ja, ja, oh, 12. Ja, dat klopt wel, Ja, 12, ja. Ja, ja, ja. ja. je wilt een bar, een bruto, bruto aanvangsrendement. van... 8, 9 procent. Uh, ja. Dat is jouw ja. uitgangspunt. Ja, 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 en dat is mijn uitgangspunt, omdat wij ook, uh, we hebben de financiering in feite al geregeld. We hebben mensen die uh, willen financieren. Mensen? Ja, een, een, een broer van me. Uh, Normaal zal je een bank zeggen, maar nee. jij zegt mensen. Ja, een broer, dus privé-investeerders. Uh, en, en sowieso kunnen we ook naar de bank. Maar ja. ik heb eerst even gekeken van ja, wie wil er geld investeren? Ik Interessant. Ja. Wat, 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 wat voor rendement geef je hun? Of wat voor deal geef je? Drie procent. Drie? Ja, dat is hartstikke weinig. Nou, dat is. De banken doen tussen de 2,6 en 3,5 3, 3 maximaal. Dus uh, nou, dat is nee, gemiddeld. Nee, ja. dus als particulier is dat natuurlijk uh, hartstikke mooi. Want ze krijgen nul op de bank. Ze krijgen min een half, min of een meer, half. als ze heel veel geld hebben. Ja, ja. ja. ja en jij zegt gewoon ja. 3% krijgen? Ja. Voor hoeveel jaar? Of uh, voor dan termijn op? Nou, we moeten afspreken. Ik wil minimaal dat er uh, dat ik. 80 procent, uh, maximaal 80% procent van de waarde heb uh, gefinancierd. Dus 20% procent doe ik zelf. Ja. Um, en ik, ja, ik, in principe doe ik het aflossingsvrij. Ja. Uh, dus, um, dus, dus ze mogen het zo lang mogelijk erin houden? Ja. En wanneer mogen ze eruit? Als ik het, als ik het verkoop. Als je het verkoopt, ja. Ja. en anders ja. kunnen ze er niet uit. Nou, we moeten dat nog uh, uh, heel specifiek maken, hè? Ja. want we hebben ze nu nog niet uh, bij de notaris langs gehad. Hè? Het is mm -hmm. nu een twee koopcontracten, ja. dus dat moet ik nog goed met ze maar, afspreken. Wat commitment heb je van, uh, van een aantal ja, mensen? Ik, ja, ik ben gedekt door uh, twee financiers en uh, eigen geld. En die, 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 komt dat uit de familie, kennis en kring? Kende je die mensen, al, die financiers? Nou, één is mijn broer, dus die ja. ken ik goed. Ja, precies. Uh, en de ander is een vriend. Ja. ja, precies. Goed, we zijn bij die 10.800 per jaar. Want dat is twaalf uh, keer, hè, 12 maanden keer 900. Als het goed is, is dat hè, uh, 18, 9, ja, zie je. Het. Dus 10.800 euro, dat is de huur per maand. En hoe kom je dan uh, bij, bij de, uh, de waarde van de woning die je gaat bieden? Ja, nou, je, je kijkt uh, wat de vierkante meter uh, prijs is, ongeveer uh, op nou, Funda of andere uh, sites. Dus, dat is de voor het centrum -prijs, dat Ja, is -prijs. Dat is de koopprijs. Ja. Um, dus je weet dat dit pand ongeveer ja, 170 180.000 euro uh, marktwaarde heeft. Ja. Um, dus dus dat is 2.000 euro per vierkante meter. Ja, het centrum, uh, een goede woning met dit uitzicht en dergelijke. Want daar hou je ook een beetje rekening mee. Wat staat. Ja. Uh, dan zit je wel op 2000 euro uh, inmiddels. Uh. In Emmeloord is het al 3500, dat is niet normaal. Ja, in Eemskerk uit Geest is het ook uh, 3500, 4000. Ja, precies. Uh, uh, in, in, in Leiden waar ik dat pand heb, zit het meer boven de 5000. Dus, uh, eh, ja. dus 2000 euro is eigenlijk niet zoveel. Nee, maar ze worden aangeboden soms voor 16, 1700 nog ja. per vierkante meter. Dus, uh, ja, nou. dan laten we verder gaan. Ja, dat heb je uitgezocht. dat het in, uh, en Helder dus ongeveer 2000 per 4 kilometer is. Dus 180.000 euro. Ja, ja. Uh, Dan moet je nog een, uh, een biedprijs gaan bepalen. Ja, nou, we hebben, we, we, we hebben natuurlijk een heel mooi gesprek... We hebben een heel goed gesprek gehad, hoor, met de beste man en... Uh uh, uiteindelijk uh, zijn we op 140.000 uitgekomen. Zeg je nou? Ja, ja. En, en, en hoe gaat dat proces dan? Uh, nou ja, je, ik vraag natuurlijk eerst: van, uh, heeft u zelf al, al nagedacht over een prijs? Exact, dus u gaat niet zelf eerst een prijs bieden? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Dus ja, eerst, belangrijk. Ja, eerst vraag je: wat, wat wilt u ervoor hebben? En uh, we, hebben ook, we hebben ook aangegeven dat mensen geen haast hoeven te maken. Hè? Wij willen ze er niet gelijk uit hebben. Ze mogen gewoon blijven zitten zolang ze. In feite willen, ze kunnen het ook terug huren. Mm -hmm. In dit geval, deze, uh, deze meneer die, die, die zoekt naar een appartement. En die wil gewoon zekerheid hebben, uh, dat nu al dat, dat hij zijn huis verkocht heeft. Hij staat uh, vrij bovenaan op de wachtlijsten. Dus hij, hij, en hij, hij zou urgentie nog kunnen aanvragen. Ik zeg, nou, rustig aan, dat hoeft voor ons niet. De uh, geen urgentie aanvragen voor het kopen van een appartement. Ja. Of het huren van een appartement. Van een huren van een ja, appartement. Ja, ja, ja. Sociaal, misschien sociaal zelfs. Uh, ja, dat weet ik niet precies. Maar voor me, hij, hij, komt. Hij, hij, hij had al twee panden op het oog en daar stond ja. hij bovenaan op de, oh, op de, ja, de lijst. Ja, precies. Ja. Ja. ja, maar dat is, wat, dat is uh, vaak de vraag. Wat is uh, de motivatie van de verkoper? Hè? Ja. De, 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 ja. En dat is dus dat hij zekerheid wil hebben omdat hij wil verhuizen op dat moment. Hij wist waarschijnlijk niet precies hoe hij dat moest doen met de makelaar. Hij krijgt een flyer van jou door de bus. Ja. En denkt: dit is misschien de mogelijkheid. Ja, en, en, ja precies. Ja, en ja, dan, dat komt uit neer. Ja, en, ja. Dan, en dan uh, zegt hij een prijs. Want je zei: Nou, wat denk je zelf? Ja. En wat zei hij toen? Nou, hij zei ook: 140. Hij zei direct veel, 140. Ja, dus, uh, dus... jij was eigenlijk... Wij waren het eens. En ik wil, ik wil ook de beste man niet uh, het vel over de, de nee. neus halen. Dat hoeft ook niet. Het is gewoon een goede prijs. Ja. Ja. Um, dat vind ik wel interessant, hè? Ik heb ook dat... Ik heb heel veel ervaringen vastgemaakt. Maar ik heb ook eens een keer een deal... Die was zo goed. En dat was, toen was ik nog jong. En toen wilde ik nog meer. Nee, nee. En toen is hij niet doorgegaan. En die man had dan gelijk ook, hè. Want ja. hij was al goed genoeg. Ik zou, ik zou het ook niet goed voelen als het uh, te laat zou zijn. Ik, nee. het is, en nee. Dan word je greedy. Ja, nee, nee. Plus 140.000 euro, deal is rond, uh, goed is goed, hij nee. blij. Ja, wat, hij, hij, eh, nog even, dit pand er moet ook wel wat aan opgeknapt worden, ja. eh, geschilderd. en het is, eh, Er zit nog een zachtboordplafond in, dat soort dingen. Dus er moet wel wat aan ja. opgeknapt worden, wil je het ook eigenlijk in de markt kunnen zetten. Mooi, nou, dus, ja. super. Was het zonder flyer niet gelukt? Nee, nee, deze niet, nee. 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 Nee, zeker. Niet. Want hoe kom je ooit aan zo'n pand die uh, eigenlijk een, een, een hoe kom je ooit aan een, een pand die ongeveer nee. een 30.000 euro onder de prijs is? Ja. Nee, en, en het leuke is ook dat je zo'n zo'n kent, zo'n dorp kent kennen. Um, en dat je ook pandjes tegenkomt die er gewoon slecht uitzien waar je ook extra aandacht aan kan besteden. Ja. Was er, was er ook onkruid te zien? Wat onkruid is, Echt, waar uh, waren uh, rotte uh, kozijnen en dat soort dingen. Ja. <laughs> het, ja. het, het is elke keer weer waar. Ja. Super gaaf dat je hier aan, uh, aan, de, aan de tafel, aan de vastgoedtafel zet. Want we hebben ook een prijs voor je. Oké, okay. ja. nou ik ben benieuwd. Ja, <laughs> absoluut, want je mag hem op de schoorsteenmantel zetten. Hier ja. is uh, de award. Alsjeblieft. Dank je wel. Nou, ik zal, hem, uh, ik zal hem uh, ook bij Bas op, uh, op, ja, op de vensterbank zetten. Ja, dat <laughs> is leuk man. Uh, want het is Bas en flyer. Ja, dankjewel. Uh, jullie doen het samen, uh, dat, dat eerste huis. Ja. En uh, op naar de volgende. Twee, vier, acht. Wat, wat is de droom? Eh... Uh, ja, we, we, zijn, we hebben onze strategie wat aangepast. We zijn nu aan het kijken naar een ander soort panden. Waar okay. we echt nieuwe appartementen bij kunnen bouwen. Dus daar zijn we nu al mee bezig. <laughs> nu alweer. Ja. Ja. Je bent nog maar twee maanden Black Badge en nu ja. zoveel succes. Ja. Super ja. gefeliciteerd. Maar we ronden het af. Ja. Thijs, doe Bas de groeten. Zal ik doen. Ja, tot de volgende keer. Nou, dan nou zie je maar hoe mooi het is als je gaat flyeren. Dat je daar een pand uit haalt. Twee panden zitten alweer in de pocket. De vier, dan komen er vier erbij. En nu alweer een andere strategieën. Ongelooflijk, Thijs. Complimenten. Ja, Black Badges, dat zijn de vastgoedjaarprogramma-deelnemers van Great Property Experience. En daar hebben we dus de vastgoeddeal van de maand voor. En, uh, like dit, deel dit. En dus op die manier komen steeds meer mensen ja, in contact met de mogelijkheid... om ook financieel vrij te worden met het investeren in vastgoed. Dat is waar we voor gaan. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Pieter Monsma. Thijs, bedankt. Tot snel.